Danny, 2 dagen later, hoe kijk je terug op woensdagavond? Mix van gevoelens, emoties. Uiteraard ben je teleurgesteld omdat je de wedstrijd verliest. Maar zeker ook omdat je hem verliest door een cruciaal moment in de wedstrijd. Waarin gewoon nu is gebleken dat de arbitrage, met name de VAR, gewoon een hele grote fout hebben gemaakt. En dat gebeurde op het moment dat wij juist, denk ik, de betere ploeg waren in de wedstrijd. En daarom moesten we, wat was het, vanaf de 35e minuut met een man minder verder. En dan zelfs voor rust terecht de rode kaart, met 9 man verder. Maar dat moment ontstaat wel, omdat je met een man minder op veld staat, waardoor er een andere veldbezetting is binnen het team. En dat is wel heel pijnlijk en vervelend. Los van het feit dat de avond sowieso een mix van emoties was. Nu is de rode kaart van Mike gisteravond geseponeerd. Hoe kijk je daarop terug? Nou, dat hadden heel veel mensen al verwacht. Eigenlijk gelijk toen het gebeurde, want die konden de beslissing al niet begrijpen. En hoe kijk ik daarop terug? Kijk, fouten maken is menselijk. Die maak ik ook. En ik doe ook soms wel eens gek langs de lijn. Maar dan moet je van jezelf toegeven dat je dat verkeerd hebt gedaan. Of het nou in gedrag is, of een keuze die je gemaakt hebt, of een handeling. Als je een fout maakt, moet je hem toegeven. En wat mij het meest stoort, is dat deze mensen die er verantwoordelijk voor zijn, nu, de scheidsrechter, VAR, scheidsrechtersbaas, is me al een flink aantal keer opgevallen dat ze zo ongelooflijk veel moeite hebben om hun fout toe te geven. En dat maakt het alleen maar irritanter. Geef gewoon je fout toe. Klaar, dat is menselijk. En dan moet je een keer accepteren dat je daarom misschien met een man minder de wedstrijd moet spelen en verliest. Jammer dan. Maar dan heb je nog respect voor het feit dat ze een fout toegeven. Maar nu gaan ze proberen recht te praten wat krom is. Dat is zo irritant vaak. Maar voor Mike is het mooi dat hij geen schorsing heeft. Alleen dan moet hij ook wel fit zijn richting zaterdag. Dan de wedstrijd tegen Ajax. Ja, het is natuurlijk kort na de wedstrijd van afgelopen woensdag. Maar wat kan je zeggen over de selectie die beschikbaar is? Nou, daar is nog weinig over te zeggen, omdat we vandaag nog een laatste training hebben. En er best wel wat jongens zijn met fysieke ongemakken. Dus dat zal echt pas later op de dag vandaag of misschien pas morgen duidelijk worden wie er precies allemaal bij gaan zijn. Hoe bereid je je nu voor op Ajax? Probeer een strijdwijze te verzinnen wat je elke wedstrijd doet. Die het best past bij de spelers die we hebben en bij de wedstrijd die je moet gaan spelen. Oké, los van de strijdwijze en het plan wat je tegen Ajax hebt. Ja, je zal zelf een ongelofelijke topdag moeten hebben. Omdat zij gewoon al een paar jaar de beste club van Nederland zijn. Neem je iets mee van die strijdwijze die je in de tweede helft met je team hebt laten zien tegen Vitesse? Nou ja, dat is een andere wedstrijd. Ik neem aan dat je wel trots bent op. Ja, hoe de ploeg de tweede helft heeft gedaan. Kijk, met 2 man minder hebben we het maximale gedaan de tweede helft. Of bijna het maximale. Het maximale was als je zelfs nog stiekem een goaltje had gemaakt. Maar die jongens verdienen een groot compliment over de tweede helft. Alleen zaterdag is een totaal andere wedstrijd. Nu scoort Ajax alleen maar grote uitslagen de laatste weken. Wat verwacht je van hun zaterdag? Nou, wat ik net al zei, Ajax is gewoon de afgelopen jaren de beste club van Nederland. En hebben ook laten zien dat ze op Europees niveau een behoorlijke stempel hebben kunnen drukken. Terwijl we dat in de jaren daarvoor totaal niet meer hadden verwacht. En waren we ook met een hele hoop mensen in paniek. Maar zij hebben de laatste jaren toch wel een aardig visitekaartje afgegeven. Niet alleen in Nederland, maar ook voor Nederland in Europa. En dat is gewoon een ploeg met heel veel kwaliteit. Het is een mix met jonge spelers die vaak uit de eigen jeugd komen en heel snel een hoog niveau halen. En ze hebben gewoon een paar hele ervaren spelers. Ze halen wat jongens uit andere continenten die een bepaalde, die andere kwaliteiten weer toevoegen dan dat wij vaak gewend zijn in Nederland. En wat ik net al zei, een paar oudere spelers die gewoon extreem goed zijn, maar ook heel constant. Terwijl als je in Tadić eruit ligt. En die kennen wij dan nog vanuit, omdat hij ook bij Groningen ooit gespeeld heeft. Ja, die jongen is zo constant, zo volwassen, zo slim. Als je naar zijn rendement kijkt, wat ik heb gehoord van mensen in zijn voorbeeldgedrag naar andere spelers, hoe die anderen aanspreekt.
Ja, dat zegt iets over de kwaliteit die Ajax heeft. Alleen het zegt ook iets over een ontwikkeling die spelers doormaken. En want Tadić zat op jongere leeftijd bij Groningen, heeft daarna een paar stappen gezet, heeft zich gigantisch ontwikkeld. En dat betaalt zich dan nu uit in zo'n stabiel niveau. Oké, voor ons een enorm mooie uitdaging. Zeker omdat wij ook een paar jonge jongens hebben die ooit hopen op dit niveau terecht te komen. Dat je je mag meten, individueel gezien en ook als team, met zo'n ploeg. Ja, en dan zal blijken in de wedstrijd waar je tegenaan gaat lopen en waar je op dit moment staat.